Ja, ik zei net al, BKE is definitief failliet. Dat zegt clubadvocaat Ronald Klares. En door met is het doek definitief van voor de vereniging van het woonwagenkamp in Hem. Nou, die BKE stoort verslaggever Jeroen Kelderman. Zeg Jeroen, heb je daar al reacties aan? Ja, mensen willen vooral weten, hoe zit het? Wat gaat er nu gebeuren? Kijk, WKE was failliet verklaard. Dat zou misschien teruggedraaid worden als het hoge beroep wat morgen speelde gunstig zou uitpakken. En nu is gewoon de vraag, het is failliet, het is afgelopen. Hoe gaat het nu verder? Mag men het seizoen uitspelen? En dat is vooral waar mensen een antwoord op willen. Maar er zal toch een hoger beroep komen? Er zou inderdaad een hoger beroep komen. Dat zou morgen behandeld worden. Naast mij staat advocaat van de club Ronald Klares. Ja, morgen zou het hoger beroep spelen. Waarom gaat dat niet door? WKE heeft inderdaad hoger beroep ingesteld. Morgen zou de zitting zijn bij het gerechtshof in Leeuwarden. Vandaag is besloten door het bestuur in overleg met meerdere mensen daaromheen dat het hoger beroep toch wordt ingetrokken. Belangrijkste reden is dat, er zijn eigenlijk twee redenen. De eerste is dat op korte termijn lopende verplichtingen moeten worden nagekomen. Dat betekent dat er ongeveer 50.000 euro acuut zou moeten zijn. Het bestuur heeft de afgelopen twee weken hard eraan gewerkt om dat bedrag bij elkaar te krijgen. Een groot bedrag is ook bij elkaar gekomen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik er alle vertrouwen in had, als morgen de zitting morgen door zou gaan, dat het bedrag er ook volledig zou zijn. Dus ik denk dat dat het punt niet is. Het punt is wel, op het moment dat we morgen de zitting hadden gedaan, en ik denk ook op juridische gronden dat we het hadden kunnen redden, dan had er nog een tweede fase moeten komen, namelijk opnieuw met name de grootste schuldeisers, dat is Belastingdienst, in gesprek gaan om een aantal oude aanslagen van 2014, maar ook daarvoor, om die opnieuw te bespreken. En ja, het bestuur heeft er nu voor gekozen om dat niet allemaal af te wachten, omdat ook daar weer nieuwe bedragen betaald zouden moeten worden. Beter is om het geld dat nu verzameld is en wat alle leden met elkaar verzameld hebben, om dat te steken in de toekomst. En dat betekent eigenlijk in het voetbal op het kamp te houden hier ook na dit seizoen. Betekent dat er een nieuw WKE gaat komen? Dat betekent in ieder geval dat dit bestuur heeft besloten om een nieuwe vereniging op te richten. Die vereniging zal per nieuw seizoen, het nieuwe seizoen, beginnen met voetballen hier op het kamp. Dat is wat ook gaat gebeuren. Er is ook overleg mee en afstemming mee met bijvoorbeeld de gemeente. Dus dat gaat inderdaad gebeuren. Andere afspraken die waar nu aan gewerkt wordt, en met de curator onder andere, maar ook met de voetbalbond, om te kijken of dit seizoen afgemaakt kan worden. Ja, is daar goede hoop op dat dat gaat gebeuren? Ja, de eerste gesprekken daarover zijn al begonnen. We hebben natuurlijk net pas beslist dat het hoog beroep wordt ingetrokken. Maar we hebben al de eerste contacten gehad. En we hebben de goede hoop op dat dat inderdaad gaat lukken. Curator heeft aangegeven daar coöperatief in te zitten. De KNVB heeft daar ook kenbaar gemaakt dat ze dat willen. Het belangrijkste is nu voor dit bestuur dat van WKE dat de jeugd in ieder geval het seizoen wel kan afmaken. Dat is erg belangrijk. Maar ook dat ze het volgend seizoen dan in de nieuwe vereniging in dezelfde klasse kunnen doorvoetballen. Zodat daar geen duidelijke veranderingen zijn. Voor met name het eerste elftal zal het wel anders zijn. We willen graag dit seizoen nog afmaken. En daar worden nu dus afspraken over gemaakt. Maar het nieuwe seizoen zal het echt anders zijn. Dan zal helaas de klasse onderaan, de vijfde klasse, zal opnieuw begonnen moeten worden. Worden de spelers en de leden van de club nog ingelicht hierover, wat er nu gaat gebeuren? Ja, natuurlijk heeft het bestuur de afgelopen dagen al met heel veel leden van de club of andere mensen rondom de club gesproken. Dus het is wellicht lijkt het een verrassing, maar misschien niet een volledige verrassing voor die mensen. Ook de leden zijn gisteren ook al wat geïnformeerd. En dat gaat de komende dagen hier op de club door. We staan hier ook voor de club. Daar wordt voortdurend lopen dan mensen naar binnen. Dus dat gaat voortdurend door, ja. Ronald Klares, advocaat, dank u wel. Ja, het is nu aan de curator, Jeroen Reiziger, die gaat bekijken hoe het verder gaat. En hij gaat staat hij erin om te kijken of inderdaad WKE het seizoen kan afmaken. Jeroen Kelderman, dank je wel.